Vorige zomer vroeg ik me af of het mogelijk is om met 3D-print functionele onderdelen te printen waar best wel veel kracht op komt en die dus best wel heel veel te verduren krijgen. En als proof of concept heb ik deze 3D-geprinte driftruik gemaakt. Helemaal opgebouwd uit aluminium profielen en deze blauwe dingen zijn allemaal 3D-geprinte bussen van PLA om het aan elkaar te houden. Ging dat? Nou, je kan zeggen van wel. Zoals je ziet gaat dat best wel aardig, maar er zijn ook wel een paar minpuntjes. Namelijk, als je een tijdje aan het rijden bent, warmt alles op. Ja, de motor is nou helemaal een verbrandingsmotor en daardoor worden die buizen warm en worden op een gegeven moment de 3D-print zacht. Nou is dit PLA, dus je zou ook nog ander materiaal kunnen nemen wat minder snel zacht wordt. Maar evengoed heb ik er niet het vertrouwen in dat als je hier echt heel veel gekke dingen mee gaat doen, dat het altijd heel blijft op den duur. Voor nu is het superleuk, maar op den duur, weet ik het niet. Dus het mag allemaal best een beetje meer solide. Daarnaast wil ik ook nog wat andere dingen aanpassen, zoals ik wil echte schijfrem voor. Een hydraulische, niet met zo'n kabeltje, want deze doet het niet zo heel goed. Ik wil schijfrem achter, dat je daar meer controle over hebt. En ik wil gewoon een goed excuus hebben om er nog een keer mee te kunnen spelen. Dus ik ben in Fusion aan de slag gegaan om een aantal verschillende concepten te tekenen. Ik had eerst dit frame met buizen ingetekend. Allemaal gebogen buizen, in elkaar gelast. Een goede vriend had daar nog wat mooie accessoires bij getekend, wat het tot best wel een cool ontwerp maakte. Maar ik heb helemaal geen tools om met buizen te werken, om buizen te buigen, buizen radius te draaien. En nou kun je die natuurlijk gewoon kopen, maar het zit helemaal vol hier. En ik heb niet echt de ambitie om heel vaak met buizen te werken. Dus, en daarbij, het is ook redelijk standaard natuurlijk een frame van buizen. Dus, ik ging verder kijken en toen kwam ik op dit idee. Deze is helemaal gemaakt van plat plaatwerk, wat je in elkaar zet als een puzzel, in elkaar last en dan een heel gaaf frame zou moeten geven. En het leuke is, ik heb hem hier. Moet je zien. Tadaa! Dit is 6 mm dik kortenstaal. En kortenstaal ken je wellicht van de buitenkunstwerken met zo'n mooie bruine roestkleur. Dat is precies waar het onbekend staat. Het roest wel, maar het roest niet helemaal door. En dat leek mij nou een hele gave look voor dit frame. Zo, dit gaat wel even een stukje sterker zijn dan de vorige keer met dat plastic. Maar voordat ik dit nu in elkaar ga lassen, ga ik eerst voor hier een nieuw balhoofd maken. Ook van staal, want dat liet de vorige keer nog wel wat te wensen over. Dat was niet ideaal. Dus ik heb een stalen buisje gekocht en dit ga ik gebruiken om de balhoofd wat te draaien.
Ik heb het hele frame ingespoten met een mix van azijn, water en zout. Dit versnelt het roestproces en na een paar keer sprayen, bam, helemaal geroest. Nou zit deze roest voor een deel heel erg los en geeft vlekken en dat wil je natuurlijk niet in je kleren gaan krijgen. Dus ik heb met een stuk scotchbrite de losse roest ervan afgeveegd, zodat ik nu het frame kan aflakken met de twee componenten lak. Op die manier hou ik wel die gave look, maar krijg je niet al die vlekken in je kleren. En dan was het dus eindelijk zover. Ik kon de werkplaats weer helemaal gaan inpakken, zodat ik weer kon gaan verven. Yes! Voor deze driftrek heb ik ook nog deze twee remklauwen. En dit zijn oude remklauwen van scooters, heb ik helemaal schoongemaakt. Dus kan ik nu blauw gaan spuiten. En die kunnen we dus straks ook mee gaan lakken. Daar is die dan, klaar om te verven. Dit is waar deze spuit dus werkt. Die zit hier in de dop. Het is een dopje, die kun je onderop doen. Ja, zo. En die moet je dan kapot slaan. Maar eerst verder. Ik geef het frame en de remklauwen allemaal een paar lagen, gewoon totdat de bus leeg is. Want ja, die moet in één keer op. Met steeds zo'n 10 minuten ertussen. Dan heeft het genoeg tijd om een soort van te drogen. Verder een mooie tweede laag opzetten, hecht die goed. En krijg je dus een prachtig resultaat. Bam, hier is het frame. Gelakt wel. Nu is de volgende stap om de achterwas te gaan maken. De motorblok moet erin gaan komen. En voorvoor ook natuurlijk, we gaan beginnen met de achteras. En daarvoor heb ik dit stuk RVS gekocht. De vorige had ik aluminium buis. Dat werkt wel, ik boog een beetje door, maar het ging eigenlijk wel goed. Nu dacht ik, we gaan voor echt, we gaan voor RVS. Massieve RVS staf. Dat was hem voor deze video. Ik ga in de volgende video ga ik de bussen draaien voor de achteras. Ik ga de platen frezen voor de voorvork. En nog veel meer natuurlijk, want hij moet gewoon helemaal af gaan komen. Ondertussen heb ik hier de video van de vorige driftrek klaargezet voor je. Zodat je die toch nog eens een keertje kan kijken om te weten waar we een beetje mee bezig zijn.